welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik heb met mijn nicht afgesproken om even te gaan shoppen, cash en kopen of wat te doen. Even over zelf erbij kletsen. We waren net even bij Alexandrium geweest en nu gaan we gelijk naar de stad omdat we even naar de Bijenkorf willen. Want we gaan cadeautjes daar halen en gewoon even een beetje rondkijken. Dus ik neem jullie gewoon even lekker mee. En daarna gaan we weer naar mijn huis, want dan gaan we daar wat aan bestellen. Dus dat is een beetje de bedoeling. Ik heb nu trouwens mijn nieuwe jas aan. Dat is heel erg leuk. Ik zit ook super lekker en lekker warm, dus dat is heel erg fijn. Nee, ik weet niet. Maar we komen dus net terug van de winkels en de powertjes gingen dus pieperen, maar dit ding zat er dus nog op. We zijn dus net terug en we komen dus achter dat dus dat dingetje waar dat dus elke piept, dus nog op haar jas zit. Wij liepen dus sowieso de winkel uit en de powertjes gingen al een beetje piepen. Dus wij staan nog even, niemand kwam naar ons toe om te kijken of als iets gestolen hadden of zo. Dus wij liepen gewoon door. Nou, uiteindelijk komen we dus thuis en kwamen we erachter dat er nog dat ding op de jas zit. Dus we weten nu niet wat we moesten doen. Dus we moesten net nog heel erg lachen en nu weten we echt niet wat we moeten doen. Oké, guys, ik ben dus net terug van het shoppen en ik heb dus iets gekocht bij de Bijenkorf. Dit is dus mijn allereerste aankoop bij de Bijenkorf, dus ik ben gewoon heel erg blij. En het is gewoon heel erg blij dat ik iets heb gekocht. Ik koop de laatste tijd echt gewoon helemaal niks meer. Ik ben alleen maar aan het sparen, maar ik werk natuurlijk ook. Ik heb nu best wel wat geld, dus ik vond het heel erg blij dat ik gewoon weer iets heb gehaald. En ook gewoon echt iets leuks waar ik gewoon nu even voor heb gespaard. Dus ik ga gewoon met jullie unboxen. Ik heb het ook even leuk ingepakt met zo'n strikje. Dat ga ik even openmaken. Ik ben gewoon echt heel erg blij. Zo. Nou, dan zit het dus zo verpakt. Ik heb het natuurlijk wel al gezien, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om het nu nog weer voor jullie te laten zien. En gewoon voor jullie, met jullie te unboxen. Kijken. Ik wou deze dus al heel erg lang en nu heb ik hem. Dit is dus de Nuno Bag in het goud. Ik zat eerst te twijfelen, want als ik wel eerst dus de zwarte op mijn nicht zei, ja, dat past gewoon bij alles. Maar er was alleen een echt leer en die is gelijk iets in de 150 volgens mij. Dat vind ik wel echt te duur. En deze is dus een stuk goedkoper, dus geen echt leer. En ik had dus nu de gouden, dus ik ben er echt heel erg blij mee. En ik ga misschien een andere keer nog wel een keer de zwarte halen. Maar nu heb ik dus de gouden en hier heb je dus twee van die vakjes voor op. Je hebt best wel veel vakjes eigenlijk. En hierin zit ook nog het hengsel. En het heeft ook nog dit kettingje. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga hem nu even omdoen en even alles eraan vastmaken. Ik ben net terug van werk. En mijn moeder heeft echt een knoppoester besteld bij de bakker. Dus ik ga hem even opmaken. Dat ziet er wel heel erg leuk uit. In ieder geval wel beter dan mijn. We gaan het even proberen vanavond. Ziet er echt heel erg leuk uit. Oké, guys, ik heb het klaargemaakt om te gaan shoppen met mijn moeder in de stad. Dus ik kwam even mijn outfit laten zien voordat ik wegging. Ik heb de broek aan van MS Mode. Jas is van Primark. Shirt is van Primark. Tas is van Nuno. Natuurlijk mijn nieuwe tas. Ik vind het echt een hele leuke outfit. Het regent wel een beetje buiten, maar ik heb dus gewoon dit aan omdat ik het toch wel zo warm krijg. En die gaat winkel in, winkel uit. Dus je krijgt het wel warm. En het regent en dan weer even niet. Dus ik doe gewoon lekker dit aan. Ik weet nog even niet welke schoen ik aandoe. Ik moet wel wat hoger, want deze broek is wel lang. Maar dit is in ieder geval de outfit. Oké, dus na het shoppen zijn we nog even naar Oriento geweest om daar Peking eten te halen. Ik heb het twee keer gegeten al eerder en het was zo lekker. En nu heb ik het nog even gehaald. Ik heb de kleine stukjes gesneden in een bakje gedaan en we waren allemaal ons eigen eend, zeg maar. Dus mijn ouders gaan zo eten. En zo, normaal eten we met z'n allen, maar we hebben een beetje apart geluncht. Dus dan gaan we zo eten nu. Eén heeft later geluncht, ander eerder. Dus vanavond gaan we even zo gaan eten. En wat eigenlijk de bedoeling is, dan heb je zo'n pannenkoekje en dan doe je dus die dukker op. En dan heb ik even mijn eigen gemaakte sausje gemaakt en doe ik er overheen. En er zit er al een sausje bij, maar die vind ik zelf niet zo lekker. Dus vandaag heb ik nu zelf een sausje heb gemaakt. En daar zijn dus de flensjes, pannenkoekjes eigenlijk.
Oké, guys, ik ben even met mijn vader samen buiten aan het lopen. Maar ik ben gaan wandelen buiten, dus ik ben nu gewoon lekker aan het buiten aan het lopen. Kijk ook hoe mooi de lucht achter mij is. Dat is heel erg mooi. Ik wil dus iets meer gaan lopen, want ja, dat is gewoon, voel ik me weer fitter. En het is gewoon heel erg fijn. Maar ik ga het ook wel een beetje opbouwen, want ik loop eigenlijk nooit. Dus vandaar dat ik even een beetje opbouw, want anders hou ik het natuurlijk ook niet vol. Nu hebben we ongeveer een half uurtje gelopen. En dan ga ik de volgende keer weer langer. En dan elke keer langer en dan eindelijk gewoon een uur of zo. Dus nu ga ik even naar huis lopen en dan zie ik jullie thuis weer. Guys, vanavond eten wij feta pasta. Maar daar was de pasta aan het koken. En normaal maken ze het altijd met cherry tomaatjes, maar die hadden we even niet in huis. Ik heb gewoon tomaat in 4/4 gesneden en dat even zo in de bak gedaan. Met een blok vet in het midden en allerlei soorten kruiden. En normaal is het ook zo dat de cherry tomaten dus openbarsten. Maar nu zijn ze zeg maar al kapot, dus dat ja, maakt eigenlijk niet uit. Maar het is al nog even lekker in de oven, zodat het wel gewoon lekker warm wordt en de vet een beetje gaat smelten. Dus ik laat zo even aan jullie zien hoe het er allemaal uitziet als het klaar is. Deze komt net uit de oven. Wat ik nu nog ga doen is de pasta erbij toevoegen. Alles goed door elkaar doen en dan nog even in de oven zetten. En dan is het klaar. We zijn dus nu in de markthal en we hebben dus allebei een cornhole. Ik ga deze dus even doen. Ik wil niet dat hier kaas in zit. Er zit toch geen kaas in, nee toch? Nee. Nee, okay. Is het. Mijn fuck niet, ik zeg je eerlijk man. Nee, jij gaat eerst. Ik ga geen worden hier. Kijk eens, hoe ziet het uit? Gaster. Dat is kapot lekker, zeg je eerlijk man. Oké, we hebben hier voor een dag. Ik reed de 7. Ik heb 7,5. Ja. Eerst vertel je even wat anders gebeurt. We hadden dus een corndog gehaald. We konden ergens zitten, dus we hadden gewoon aan iemand gevraagd of we ergens konden zitten. Je bent zo'n kraampje, zeg maar. Wij gingen eten, maar hij zat precies voor ons. En hij bleef bij ons staan. Ik heb gewoon schande gepakt. Hij ging ook om ons lachen. Wij gingen zo stuk. Ik zei, we gaan nu weg. Ik zeg, we gaan nu weg. En toen zei hij... Ik zei in ieder geval bedankt dat even op te zitten. Ik kon gewoon niet meer stoppen met lachen toen ik wegliep. Ik kon echt niet meer bij. En nu ben ik gaan stikken in dat ding. Ja, dus wij gaan hier helemaal stuk. Dus we hebben weer een of andere gekke kebabzaak. Nou, anyways. Hij was me echt heel lief als je dit ziet. Love you. Oh, dankjewel. Als je dit ziet, dankjewel. Doei. Ik bedoel geen love you. Sorry. Hey guys, ik ben er terug van de markt en ik heb ook al worstjes gehaald bij een Spaanse kraampje. Dus ga ik even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Het is dus 3 voor 14. Dus zie je wel dat het eigenlijk allemaal duurder is geworden. Want eerst waren het dus 3 voor 10 en nu is het 4 voor 14. Ik heb gewoon 1 normale. Ik heb ook een stukje gemaakt. We hebben 1 knoflook en nog een truffel. Dus we hebben gewoon 3 worstjes. De ene is wel wat groter dan de andere, maar voor 14 euro dus. Dus dit zijn de worstjes. En ik kon ook eentje, maar dat was dan 5,50. Dat is wel duur voor 1, zeg maar. Dus even 3 worstjes gehaald. En ik ga zo weer sporten. Dus het regent ook echt geen lekker weer. Net als ook helemaal dat geregend. Dus ik hoop dat het zo iets droog wordt. En anders moet ik onder de overkapping. Nou guys, ik ben de afgelopen tijd natuurlijk super veel willen shoppen. Dus mij lijkt het wel leuk om een soort van shoppen voor jullie te doen. En laten we maar beginnen met zondag. Toen heb ik eigenlijk het meest gehaald. Alleen had ik deze super leuke sloffen gehaald. Ik vind deze echt heel erg leuk en lekker zacht. Ook aan de binnenkant zijn ze zacht, dus niet alleen aan de buitenkant. En ik had eigenlijk geen sloffen meer, dus ik had het gewoon weer nodig. Ook heb ik bij die winkel. Welke winkel was het eigenlijk? Ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval ook nog Nike sokken. Kijken. Nike sokken en dit zijn er 3 volgens mij. Ja, het zijn 3 paar sokken. Gewoon basic Nike sokken, is ook heel leuk. Dan was ik bij de Primark geweest en daar heb ik deze sokken gehaald. Het zijn dus 2 paar, echt heel erg leuk. Ik heb echt meerdere in mijn hand gehad, maar deze vond ik wel vet schattig. Gewoon van die lekkere dikke sokken. Ook heb ik daar onderbroek gehaald, maar ik laat het niet zien. Maar onderbroeken die zeg maar geen randje hebben, dus dat gewoon helemaal niks op zit. Dan heb ik bij Weekday 2 shirts gehad en nog een trui. Ik zocht heel erg lang van die oversized goede shirts. Alleen heb ik gewoon een zwarte oversized en een witte. Maar de witte is toch iets anders. Zou ik bij dezelfde rek had gehaald.
is dit een iets ander stofje. En de wit is ook iets meer oversized, maar oké. Okay. Gewoon van die oversized shirts. Nou, die heb ik gewoon handig als basic. Die heb ik gewoon van de weekday. En ik had dus al een keer een zwarte trui gekocht bij de weekday. En die heb ik nu gewoon een jaar. Ik draag hem super vaak. Is vaak gewassen en is nog helemaal goed. Je hebt toch ook bij trui dat soms ook van die kleine bultjes of van die gekke dingen opkomen. Dat heb deze trui helemaal niet. Het is gewoon een heel goed merk. En ik vind dat gewoon een hele goede kleding verkoopt. Ik heb ook nog even dezelfde trui maar in het blauw gehaald. Donkerblauw. En deze is ook heel erg oversized. Ook oversized. Deze vind ik echt heel erg leuk. Wel echt een heel erg donker kleurtje. Maar ik vind hem wel heel erg leuk dus. Dan was dit dus volgens mij van de zondag. En dan ben ik dinsdag. Nee, deze is ook nog even naar de winkels geweest. En daar heb ik echt een superleuke mok gehaald. Kijk hoe leuk deze is. Zoals helemaal in de kerststemming. Het is gewoon een kerstmok. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Heel erg schattig. Van de kleur ook heel erg mooi. Dus nou, deze heb ik ook gehaald. Dus eigenlijk altijd dat ik heb geshopt. Nou guys, dit was dan weer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Zie je, heb geen even te liken en abonneer te abonneren. En zeg ik, doei doei, tot de volgende keer.